En we beginnen zoals altijd met Jan-Rudolf de Lorm. En jij hebt een mooi schilderij weer meegenomen. Ja, vandaag gaan we de hei op. De Larendse hei, wel te verstaan. En dat doen we aan de hand van de schilder Anton Mauve met het schilderij The Newborn Lamb. Het pasgeboren lam. En je ziet een jong herderinnetje met een bruin mutsje. Daaraan kan je herkennen dat het een Larendse meisje is. Die ons tegemoet loopt, heel mooi, met een lammetje in haar armen. En Anton Mauve dat was een van de kunstenaars, eigenlijk een van de eerste... die na 1850 de stad verlaat, dus waar hij is opgeleid... dus de klanten heeft, naar het platteland. Weg van de industrie, weg van de stadsvernieuwingen... van de verstening, gaat hij in de natuur schilderen... wat al eeuwenlang hetzelfde is, de mens in de natuur. En hij begint dat te doen... In Oosterbeek. Nou, ik kom daar zelf vandaan, dus ik ken het heel goed. Bos, de Uiterwaarden. Dan gaat hij door naar Schevingen. Daar gaat hij de, de vissers schilderen. En uiteindelijk wijkt hij uit naar Laren. Hier naartoe, naar het Gooi. Omdat dat nog helemaal ongerept is. En. Daarbij wordt hij geholpen door de uitvinding van de verftube, een Engelse uitvinding van ongeveer 1820, zodat het mogelijk was om met een klein mobiel setje, een schilderskist, naar buiten te gaan en ter plekke te schilderen wat je ziet. Nou goed, hij komt dus naar Laren en hij maakt Laren eigenlijk wereldberoemd. Het wordt zelfs het land van Mauve uh, genoemd. Dus hij is een van de eerste kunstenaars, daarna volgden nog heel veel, want deze schilderijen worden als warme broodjes verkocht. Niet alleen in Nederland, in Europa, maar met name in Amerika. En daar is hij een van de best verkochte schilders van zijn tijd. Nou, vandaar ook de Newborn Lamb, deze titel. Want dit schilderij is teruggekeerd uit Amerika naar ons toe. En een aantal jaar geleden geschonken aan singelaren. Het schilderij. Toen de lockdown net begon. In april was dat, nou begon in maart, maar in april liep ik zelf over de hei in de nou ja, vroege lentezon. En toen zag ik zo'n schaapskudde. En toen moest ik ontzettend aan het schilderij denken. Want ik zag die schapen als een soort lampjonnetjes verlicht in het landschap. Zo wit afstekend tegen die uh, paarse groene hei. En ik zag ook van die hele jonge, sprietige bergboompjes. Weet je wel, dat hele groene groen wat je alleen maar in het begin van de lente hebt. En ineens dacht ik, ik snap wat Mauve doet. Hoop, licht en vrolijkheid. En daarom is het te zien in de tentoonstelling Schilders van Licht... tot 10 januari in Singerlaren.